Op zaterdag 1 oktober hield de politie in Amstelveen een open dag. Veel mensen uit Amstelveen en omgeving kwamen langs om eens achter de schermen te kijken bij de politie. Ze zijn heel erg tevreden met de opkomst van de vele Amstelveeners en mensen zelfs vanuit ver in het land. Zoals jullie achter me kunnen zien is de demonstratie staat nu bezet met Onno, onze hondentrainer. De demo's worden goed bezocht. Binnen in het bureau worden alle stands ontzettend goed bezocht. Dus we zijn heel erg blij met hoe het nu verloopt eigenlijk. Op deze dag werden diverse demonstraties gegeven. Zo werden de rijkunsten gedemonstreerd van de motoragenten, van de politiebikers en lieten de politiehonden hun tanden zien. Daarnaast was er een klimband van het Korps Mariniers en konden de mensen in een rijsimulator ervaren hoe het is om met alcohol op achter het stuur te zitten. De burgemeester was ontzettend trots op de open dag, welke door een aantal Amstelveense agenten zelf was georganiseerd. Ja, ze hebben er echt een enorm groot feest van gemaakt. Je kunt werkelijk alle onderdelen van het politiewerk kun je hier bekijken. Je kunt klimmen. We hebben net agenten gezien die abseilen, die naar beneden zijn gekomen. We hebben motordemonstraties gezien, demonstraties met honden. Dus je kunt echt zien hoe divers het politiewerk is. Als je om u heen kijkt en ziet dat zo'n grote open dag is georganiseerd, bent u dan ook trots op de politie Amstelveen? Daar ben ik absoluut trots, want heel veel mensen denken misschien wel eens dat het allemaal vanzelf gaat, dat het zo veilig is in Amstelveen. Maar er gaat heel veel bloed, zweet en tranen van deze politieagenten in zitten. En wat is er dan leuker dan dat ze hier kunnen laten zien wat dat werk allemaal precies inhoudt. En al die jongens en meisjes die op deze manier kennis maken met het politiewerk, waarvan we dan alleen maar hopen dat het weer de nieuwe politieagenten van de toekomst zijn. De burgemeester die had al uitgesproken dat ze ontzettend trots was op de organisatie. Voel je dan zelf ook trots als je het allemaal zo georganiseerd hebt? Ja, absoluut. We hebben echt maandenlang keihard hieraan gewerkt. Late uurtjes, lange dagen, veel bellen, afzeggingen, toezeggingen. Dus we zijn heel blij dat iedereen zo tevreden is over deze dag. En dan zijn we zelf ook ontzettend tevreden erover, absoluut. Ja.